Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog. 1, 2, 3, fuck it. Het is vrijdag en ik ben mij aan het klaarmaken. Het is al 5 na 1. Maar ik heb deze morgen video's geëdit nog. Allee, één voor maandag. En nu ga ik mij verder klaarmaken, want mijn dingen is binnen. Mijn tafeltjes bij Casa. Ik ga even hier ergens proberen te zetten. Zo. Ik had tafeltjes besteld bij de Casa voor buiten. Want onze zijn kapot, worden ze van die houten tafeltjes die eigenlijk binnen stonden op mijn appartement. En we hadden die buiten gezet vorige zomer. Maar ja, dat waren natuurlijk geen buitentafels. Dus die zijn helemaal beschimmeld. En ik had nu bij Casa nieuwe tafeltjes besteld. En die zijn nog net voor morgen de lockdown ingaat binnengekomen. Dus daar ben ik wel heel blij om, dat ze er nog zijn. Allee, je kunt natuurlijk wel nog naar de Casa, maar op afspraak zeiden ze aan de telefoon. Dus ja, dat is ook maar stom. Wie gaat dat doen? Allee, ik ga dat alleszins niet doen. Dus ik ga ze vandaag ophalen. Want het wordt ook kei mooi weer volgende week, echt niet normaal. Het gaat echt 23 graden worden op dinsdag, wat echt zot is. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Oké. Ik ga even mijn haren doen. Tegenwoordig stijl ik mijn haren. De hele tijd in plaats van krullen. Ik weet niet. Ah, mijn knop. Ah. Ik weet niet waarom, maar dat is makkelijker. En veel sneller natuurlijk wel. Dus ik ga dat even doen. Ik gebruik mijn Corel stijltang van Dyson. Daar maak ik ook heel vaak mijn krullen mee, met dat of met de Airwrap. Maar ik gebruik die echt super graag, zoals deze trouwens. Die kunt u ook zonder kabel gebruiken, maar mijn is bijna plat. Dus ik heb die ingestoken nu. Oké. Let's do this. Ik ga vertrekken naar de Casa in Diest. En dit is mijn outfit. Mijn trui is van Black & Gold. Van, ik denk, vorig jaar de collectie. Dus ik denk niet dat ze die nog hebben. Dan mijn broek is Misguided. Dat is zo'n leren coated. Die komt wel van op About You. Maar het merk is Misguided. En mijn schoenen zijn mijn nieuwe Air Force Ones. Woehoe. En dan denk ik dat ik gewoon een zwart jasje erover ga doen. Niks speciaal. Dus let's go. Ondertussen ben ik al even terug thuis. En Niels is ook thuis van het werk. Babe. Ik ben niet thuis van het werk. Het werk houdt nooit op. Kijk. Het werk houdt nooit op. Ja, maar ik ga dat doen. Het houdt nooit op. Och. En we hebben de tafeltjes van Casa. En Niels was ook naar de speelgoedwinkel geweest. Spelletjes gekocht. We hebben Friends, Trivial Pursuit. En we hebben FC de Kampioenen, een quiz met zo'n bord. Dat hebben we net al gespeeld, was wel tof. Niels was schustekes gewonnen. Met ruime voorsprong. Nee jong, echt niet hè. Echt niet. Zoenste. Leugens. En heb jij de meeste kaartjes verzameld? Ja, jij had wel de meeste kaartjes verzameld, dat is waar. En nu gaan we de tafeltjes ineenzetten. Dit zijn dus de tafeltjes die komen van Casa. Die zijn zo ijzer. Dat is ideaal voor buiten. Zo
zo zien ze eruit. En nu zijn er natuurlijk wel geen kussenzeteltjes, want vandaag is het niet zo heel warm. En de decoratie is van de Action gewoon. Dat wel heel lang geleden en dat pas. Dus zo ziet het eruit. En dan hebben we zo grijzige kussens. En voor in de zetel nog zwarte en witte kussens. En dan is hier onze tafel natuurlijk. En dit is ook allemaal van Casa. Dit is al van vorig jaar. En die twee heb ik ook nu pas meegebracht. Ik dacht, als het echt mooier weer is, hier zo bloemetjes in te zetten of zo buiten. Cute. Ondertussen is het avond. En we doen date night. Woep woep. Dus, hoe laat is het? 9:15. En... Date night. Mooi schatje. Is dat voor date night? Date night. Date night. Oh, babe. En we hebben het matrasje van de logeerkamer van het bed daar naar boven gehaald. En we hebben allemaal hapjes. We hebben een pizza shawarma, vleesjes, krabsla, kip curry, guacamole, wraps, al die dingen, broodjes, spiesjes, chips en wijntjes. En we hebben spelletjes. Ja, Friends en de kampioenen. Woehoe! Cozy! Hi. En Muffin ligt er natuurlijk ook aan Milky daar. Ik kan geen maken zitten. Ja, doe gewoon uw benen gestrekt. Okay. Dat is toch goed? Oh, ja, maar ik breek bijna in 4. Strek uw benen dan gewoon, babe. Strek! Oké, ondertussen is het 12:15 of zo, denk ik. En we gaan slapen. We hebben heel gezellig heel veel gegeten. Oh, mijn buik, man, is zo opgeblazen. Maar ik heb pizza gegeten met kaas, dus geen goed idee. Maar we gaan hier de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up.